zijn nu bij het NH Collection Grand Hotel Krasnopolski in Amsterdam. Centraler kan je niet zijn. Als je hier achter me ziet, hebben een heleboel sterrenchefs naar Nederland gevlogen. Vanuit Hongkong, Japan, Portugal, Zwitserland, België hebben hier ook uiteraard lopen. Dus ja, we hebben 11 sterrenchefs totaal. En ze verdedigen tegenwoordig 18 sterren totaal ook. Het is echt gigantisch wat hier gebeurt voor de gastronomie in Nederland. Super dat wij een aantal chefs hebben gevraagd uit Amerika, uit Hongkong, uit Japan. Dat die allemaal eigenlijk in een hele kort statement zeggen van yes, dat lijkt me zo gaaf. Een keer naar Amsterdam gaan natuurlijk. He, ze nemen vrouw, vriendin mee. We zijn op stap geweest, de nacht doorgezakt hier. Weet je, dat zijn de gave dingen zoals het hoort. Mensen over de hele wereld, ja, daar wil je gewoon bij zijn. Want... het is belangrijk, want deze tijd moet je ook aan je PR denken. En dan, ja, zo'n plaats zoals dit, dan is dat uitgelezen stek om dit te doen vanavond. Vanavond is ook de première van de film, Burn. Het gaat over sterrenchef die het beste restaurant van de wereld wil neerzetten. En dat is heel herkenbaar voor alle chefs in de wereld die naar de top willen. Ja, ik kreeg kippenvel op mijn rug. Het is fantastisch om zoveel elementen in die film te herkennen wat je zelf hebt meegemaakt in de tijd dat je in die keuken staat. En ik heb eigenlijk nog nooit een film gezien die zo binnenkomt als deze. Dus in één woord, fantastisch.